Mechelen is een stad in volle groei. En dat betekent dat er heel veel gebouwd wordt, wat uiteraard interessant is voor ons. De lokale politiek die steunt ons ook enorm in de initiatieven naar onze klanten naartoe. Wel, ik vind het belangrijk dat wij onze firma ook kunnen associëren met de plaats waar we gevestigd zijn. We hebben met name heel veel bezoekers uit het buitenland. En dan is het handig dat je die mensen het rijke verleden van Mechelen kan tonen. En wij verzorgen ze ook graag een relatiegeschenkje van Mechelen. En dan doen we dat met een Gouden Carolus, het traditionele bier van Mechelen. Mechelen is in alle opzichten een stad met ambitie. Ze wil uitgroeien tot een economische toplocatie in Vlaanderen. En daarvoor heeft ze verschillende troeven in handen. De centrale ligging van Mechelen is een absolute troef voor onze stad. We zijn het eindstation van het gewestelijk expresnet, het eindstation van het voorstadsnet van Antwerpen. We gaan met de Diabolo een stad zijn die op amper 8 minuten van Zaventem ligt. De stad die dichtste bij Zaventem gaat liggen. Ik zeg vaak met een boutade dat we 2 luchthavens hebben. In het noorden Mechelen-Noord, Deurne. In het zuiden Mechelen-Zuid, Zaventem. Dus die centrale ligging is een ongelooflijke motor voor economische groei. Ook de verscheidenheid van de economische activiteiten, de brede waaier van sectoren die er vertegenwoordigd is en de gunstige vastgoedprijzen zijn belangrijke factoren die de stad Mechelen graag uitspeelt. Daarom heeft het stadsbestuur ook een duidelijke economische visie uitgebouwd en daaraan meteen een aantal concrete actiepunten gekoppeld. Vandaag werken er 60.000 mensen in Mechelen en we willen die economische toplocatie verder uitbouwen. We moeten daar 4 dingen voor doen. Ruimte creëren voor het ondernemen. Dat gaan we doen achter het nieuwe station, waar we een 250.000 vierkante meter extra kantoren en bedrijfsruimte gaan realiseren. Ten tweede de bereikbaarheid van de stad verder versterken, de verbinding met Zaventem, maar ook trachten de TGV Amsterdam-Brussel ook in Mechelen af en toe te laten stoppen. Ten derde, we hebben hotelinfrastructuur, maar die moet groter worden, er moeten meer hotelkamers komen. Er komen de volgende jaren 3 hotels bij en we investeren verder in infrastructuur voor te congresseren, voor seminaries te organiseren. We hebben de schitterende Lamotte zitten, maar ook daar moeten we nog extra dingen doen. Tekra & Crea is een interprofessionele architectenvennootschap. Wij zijn vooral werkzaam bij promotoren en in de retailsector. En de retail is in hoofdzaak de voedingssector. Wij werken voor KMO's, voor utiliteitsbouw in het algemeen, scholen, appartementssector, garages, dergelijke zaken bouwen wij al. Hier werken ongeveer een 22-tal werknemers. Hier zijn architecten werkzaam, ingenieurs, bouwkundig tekenaars. Momenteel zijn wij bezig met een verpakkingsloods in Sint-Katelijne-Waver van ongeveer 30.000 vierkante meter. Dat is een deel van een groter complex uiteraard. Dus die complexiteit van het project is wel enorm. Onze plannen voor de toekomst zijn in feite om nog iets breder te gaan werken. Wij zouden graag in de openbare sector ook vaste voet krijgen. Bijvoorbeeld met serviceflats en sociale woningbouw. Dit is een toekomstbeeld van ons waar wij volop mee bezig zijn. Archides is een ontwerp- en studiebureau van architecten en ingenieurs. Wij lossen de functionele en organisatorische problemen van bedrijven, instellingen, bouwheren op in ruimtelijke concepten die we eigenlijk architectuur noemen. Onze architectuur heeft niet één bepaalde stijl. We hebben een stijl van aanpak. En die aanpak bestaat er eigenlijk in van dat wij de context in zijn globale, ruime zin van het woord gaan bekijken. Context is niet alleen de ligging van het project, is ook eigenlijk de context van de gebruiker, van de bouwheer. Zodat wij in een vrij sterk interactief proces met de bouwheer tot een eindresultaat kunnen komen.
Een van onze troeven is ook eigenlijk het kunnen visualiseren van die projecten bij de bouwheer. Onze motto is eigenlijk Built in Balance. Vanaf het begin gaan wij alle aspecten van het gebouw zodanig gaan integreren dat wij komen tot duurzame, evenwichtige oplossingen waar eigenlijk zowel op niveau van functionaliteit, flexibiliteit en naar exploitatiekost ook wij een evenwicht gevonden hebben. We zijn hier Century 21 vastgoed verschuren. Het is een vastgoedkantoor, zoals het de naam het zegt. We zijn voornamelijk gespecialiseerd in de verkoop of de herverkoop van woningen. Van in het begin hadden we een duidelijke visie wat dat wij wilden of wensten te bereiken met het kantoor. En in eerste instantie was dat we vooral voornamelijk in Mechelen actief wilden zijn. Dat is ons ook gelukt, want 95% van de panden die wij te koop aanbieden situeren zich in Mechelen. Ons tweede grote doelstelling dat was naar de klanten toe zo klantvriendelijk mogelijk te zijn, in die zin dat we zeggen, geef de klant iets meer dan dat hij verwacht dat je gaat doen. We hebben elk jaar onze kwaliteits award gehaald. We hebben ook een ISO-normering, dat was ook onze bedoeling eigenlijk, van zo snel mogelijk een ISO-normering te halen in ons kantoor. Ook dat hebben wij in 2004 gehaald en dat is nog altijd geldig. Vorig jaar werden wij het eerste kantoor van Century 21, in België dan tenminste, qua omzet. En we staan sedert 2003, sinds dat we overgenomen hebben, we continu in de top 10, elk jaar zitten wij in de top 10 van het Century 21 kantoren. De stad wil dus duidelijk een gangmaker zijn voor de bedrijfswereld. Vanuit een degelijke zelfkennis wil ze haar troeven maximaliseren en zo een aantrekkelijke partner zijn voor nieuwe ondernemingen. En dat kan al met enkele heel praktische initiatieven. Zo wordt er tegen februari 2011 gewerkt aan een eigen Mechelse bedrijvengids en krijgt elke onderneming toegang tot een gespecialiseerd elektronisch loket van de stad, waardoor een groot aantal administratieve handelingen online kunnen verlopen of heel wat relevante informatie opgevraagd kan worden. Twee maandelijks vergaderen we met de schepen van economie, ik heb het geluk om dat zelf te zijn, en met de bedrijfswereld uit Mechelen, VOCA, Unizo, VKW. Maar we hebben ook een aantal zeer grote bedrijven in Mechelen. Telenet, Dupont de Nemours, De Lijn, Procter & Gamble. En die nodigen we echt als vertegenwoordigers van de industrieterreinen ook mee uit op dat lokaal forum economie. Wat wordt daar allemaal besproken? Wel, de wegenwerk bijvoorbeeld die de stad gaat doen, het economisch beleid dat we gaan ontwikkelen, de Europese projecten die we indienen en waarvoor we samenwerken met de verschillende bedrijven. En we blijven uiteraard ook graag op de hoogte van wat de bedrijven allemaal aan werkgelegenheidsbeleid en extra creatie van productie bijvoorbeeld van plan zijn. En dat zijn maar enkele acties die het stadsbestuur onderneemt om de interactie tussen Mechelen en haar ondernemingen en de ondernemingen onderling te vergroten. Een doelstelling waar alle betrokkenen hun voordeel uithalen zonder meer. Een levend bewijs daarvan is de VZW Mechelen Noord, die de ondernemingen in de industriezone aan de E19 groepeert. Of ondernemingen zich samen sterker zetten of niet, Mechelen ondersteunt ook de kleinste handelaar of café-uitbater met een commercieel strategisch plan. We hebben de ambitie om van Mechelen het grootste openlucht shoppingcenter van Vlaanderen te maken. We hebben een schitterende historische binnenstad en we vinden dat die ideaal is voor shopping en horeca. Vandaar dat we echt een inbreidend beleid voeren, handelaars en horecazaken ondersteunen, veel overleg hebben met de handelsadviesraad en zorgen dat het hier aangenaam wonen, werken en winkelen is. En tenslotte zijn er nog enkele heel praktische en concrete steunmaatregelen die het Mechelse stadsbestuur voorziet. Zoals een vestigingsbeleid voor nieuwe of uitbreidende bedrijven, met onder meer een immo-databank waarin de details zijn opgenomen van elke potentiële vestigingslocatie. Zo vindt elke onderneming in Mechelen een plekje op haar maat.
Daarnaast zijn er premies voor bijvoorbeeld duurzame energie- of beveiligingsinstallaties en biedt zowel het stadscentrum met de prachtige geherwaardeerde Lamotte-brouwerij als de Neckerhal ruimte en infrastructuur voor congressen, beurzen en evenementen. Cypress maakt beeldsensoren. Beeldsensoren die gemaakt worden in een high-tech omgeving, elektronica omgeving. Beeldsensoren worden vandaag gebruikt in heel wat applicaties die de meeste mensen ook wel kennen uit het dagelijkse gebruik. In wezen alles waar beelden moeten opgenomen worden of vertraagd worden, zoals bijvoorbeeld bij de Olympische Spelen, daar worden de sensoren in verwerkt. Het unieke van ons businessmodel is dat wij een totale turnkey oplossing naar klanten maken. Dat houdt in dat wij zowel de chip ontwikkelen als een volledig concept uitwerken voor de eindklant en die dan ook volledig afleveren naar hun toe. Cypress staat voor een aantal basiswaarden. Basiswaarden zoals technologie, innovatie, kwaliteit en duurzaamheid. Archaeological Solutions is 3 jaar geleden begonnen. We zijn actief op de Vlaamse markt. We doen voornamelijk vooronderzoek bij grote bouwwerken, gaande van de bouw van bedrijven en verkavelingen. En wij zijn vooral op zoek naar resten van menselijke aanwezigheid. Bij grote bouwwerken worden heel veel sites gewoon vernietigd en wij worden eigenlijk ingeroepen om eigenlijk die sites eerst te inventariseren, te documenteren, vooraleer eigenlijk de grote graafwerken gaan beginnen. De meeste zaken die wij terugvinden in de grond zijn resten van de mens. Vroeger was er geen afvalophaling, dus alles werd eigenlijk in de grond gestoken. En dus wat wij terugvinden, dat zijn eigenlijk voornamelijk aardewerkfragmenten van voorwerpen, kookpotten, kruiken, borden. Dus eigenlijk alles wat de mens vroeger gebruikte. We zijn 3 jaar geleden begonnen met 2 mensen en momenteel hebben wij 18 man in dienst, voltijds. De grote plan naar de toekomst is een eventuele synergie samen met een archeologisch bedrijf uit Nederland. Vistalink is een high-end system integrator die zeer gespecialiseerd is in industriële beeldverwerking. Op basis van deze zeer specifieke technologie, die ook wel eens Vision wordt genoemd, realiseren wij totaaloplossingen naar industriële klanten toe. Deze inspectiesystemen die wij ontwikkelen worden gebruikt door industriële klanten voor het controleren van hun producten aan reële productiesnelheden of voor het controleren van een assemblageproces. Verder ontwikkelen wij ook nog systemen voor tracking en traceability of voor het aansturen van robots. Vistalink heeft een specifieke reputatie opgebouwd naar een aantal specifieke marktsegmenten. Wij doen ongeveer 35% van onze omzet in de automobielindustrie. Een andere even belangrijke markt voor ons is de farmaceutische markt, waarvoor wij gevalideerde oplossingen leveren, met name naar de serialisatieproblematiek die zich nu stelt. Voor de distributiemarkt heeft Vistalink specifieke oplossingen ontwikkeld voor het identificeren en tellen van kratten. De troeven van Vistalink zijn dat wij door 20 jaar ervaring een enorme know-how hebben opgebouwd in een zeer specifiek vakdomein. En dat we een reputatie hebben opgebouwd voor het leveren van maatwerk in combinatie met kwaliteit.
Tot zover deze uitgebreide en aangename kennismaking met Mechelen als dynamische stad, waar heel wat bedrijven in een waaier van sectoren een vruchtbare vestigingsplaats gevonden hebben en de stad mee tot een centrale groeipool in Vlaanderen maken.